Goedemorgen. Goedemorgen. En we zitten hier in de personeelskantine van de CNA in Middelburg. Daar ben ik nog nooit geweest, maar jij komt hier al 40 jaar, of jij werkt hier al 40 jaar. Klopt. Eerst hadden we nog een koffiekamer boven, hè. Dus er is nog een verdieping? Ja, okay. Nu niet meer. Maar als jij hier 40 jaar werkt, hoe lang zit de CNA hier? 40 jaar. Dus jij bent gewoon vanaf dag 1 hier medewerker? Dat is toch wel buitengewoon. Ben je daarmee ook de langst werkende medewerkster van het filiaal hier? Ja, dat klopt. Ja, de enige nog die daar... Maar dan ga ik gelijk een hele onbeleefde vraag stellen. Hoe oud ben jij dan? Je ziet er natuurlijk nog zo jong uit. Hoe kan je hier dan al 40 jaar werken? Maar hoe oud ben je? 58. Zo dan. Ja. Dus vanaf je 18e gewoon altijd CNA. Ja. Dus, en als je nou denkt aan die 40 jaar terug, dan heb je vast ook wel een paar dingen dat je denkt van nou, dat was toch wel heel bizar of heel leuk of... Zijn er een paar van die hoogtepunten die je herinnert? Zeker. Ja, vooral de opening dan. Dat was heel bizar, want dan dat was de drukste dag ooit hier in Zeeland. Er liep heel Zeeland nog vooruit. Oh ja? Ja, en dat herinner ik me nog echt heel goed. Dat is, krijg je dan ook nog een lintje of een speltje of zo van de baas? Of, ik geloof dat het speltje er al ligt. Oh ja? En dan komt nog een feestje. Ja, we gaan met z'n allen bij Bommel eten. Ah, oh, je bent Bommel ook nog. Ja, dat heb Bommel, ik natuurlijk. En, ja. Met 24 man aan een lange tafel wil ik dat graag. En ik hoop dat we buiten kunnen zitten. Ik kijk om de 5 minuten op mijn weerbericht. Ja. Oké. Nou, laat me dan maar eens wat zien van de winkel. Dan loop ik lekker achter je aan als dat mag. Okay. Ja, oké. Er stond een caravannetje hiervoor als we aan het verbouwen waren. En daar gingen ze een puzzel uit, een puzzeltje. Deelden ze uit en dat was van dat beeld wat nu bij Bijou voor staat. Oké. En dan moesten ze raden hoe dat heette. En dat heette toen de tijd, dacht ik, Tanja. Dat weet ik niet meer zeker, want dat was de vriendin van Hugo Metzer, hoe heet hij, zijn broer. Die heeft dat beeld gemaakt. Guido Metzer, ja. Guido Metzer, inderdaad. En dat was een, daar konden mensen dan een prijs winnen. En dan waren er 10 mensen, ik dacht 10, die kregen een bon van 500 gulden. Die konden voor 500 gulden hier. Shoppen die dag, er waren 10 gastvrouwen en al die mensen kregen van Profiel, van de Dries, een fiets. Echt waar? Een fiets ook nog. Ja joh, dat was geweldig. Ja, die albums als ik mag, dan leek ik ze heel graag, want dat vind ik, dat zijn ontzettend mooie, echte jaren 80 beelden dit, 70 zelfs. Ja, en hoe lang werk jij hier al? Ook al over de 30. Want wie ben jij? Vertel eens even. Annemarie Rommers, de goede collega van Lia. Ja, maar wij hebben elkaar natuurlijk al eerder gesproken in de sneaky voorbereidingen voor deze ontmoeting. Ik ben Juliana. Ja, dat kwam allemaal binnen, man. En jij en die grote vlaggen hier zo. Ja, het is een hele happening. Leuk, joh. En toen 's middags, toen was de winkel zo leeg, hè. Toen moesten de auto's uit Den Haag komen met goed. Zo. Zoveel was hier verkocht. Ja, ja, ja. Want die stand is nooit meer gehaald. Nee. Ja. Maar dat hebben we niet meer. Nee, dat hebben we niet meer. Nee. Oh, hier zie je de winkel. Wat was dit nou vroeger, dames? Dit was deze ruimte. Voor de technische dienst. Voor een collega Bram Heugen door Hoge Deuren. En je ziet het Pesum-kantoor hier zo. Ja. Zie je dat? Oh ja. Dat is ook gewoon een bijzondere bouw voor het Pesum-kantoor. Ja, ik heb er wel eens iets over gelezen. Lopen we naar daar toe? Heb je dan ook je eigen afdeling? Ja, die is beneden, opnames. Ja, dat is jouw. Maar iedereen heeft wel zijn vaste plek hier. Ja, meestal wel. Maar heb je dan ook al 40 jaar dezelfde plek of heb je gewoon overal wel gewerkt in al die tijd? Nee, ik heb inderdaad de damesafdeling hoofdzakelijk. Ik heb ook een paar jaar op de kinderen gestaan, ook met Annemarie. En hierboven. En het was hier nog veel groter ook. Welke collega hebben we hier? Dat is mijn bazin, hè? Dat is de bazin, de grote bazin. Hoe lang werk jij hier al? 42 jaar. 42? Ja. Dus dan werkt er toch nog iemand langer? Nee, maar niet in CNA. Ah, kijk, bij CNA. Ik werk pas 3 maanden samen met Lia. Oh, echt waar? Ja. Dus voor jou is Middelburg een beetje nieuw? Ja. En hoe ervaar je het? Is het leuk? Heel leuk, ja. Want waar zat je hiervoor? Oosterhout. Ja. Nee, super hier, super team. Oké. En heel gezellig werken met toeristen en veel drukte. Ik ben helemaal blij mee. Nou, dat is goed te doen. Ja, nou, heel fijn. Oh, hier heb je die rekken.
Hier is dat, de voorraad. Je ziet inderdaad wel eens aan de buitenkant op de vrachtwagen dan de... Klopt. Maar dat is gewoon een... systeem. Hoe gaat dat dan? Die... Dat ga ik je laten zien. Oké. Okay. Ja, het is heel oud, maar het is toch nog steeds... efficiënt. Klopt. Hier wordt alles opgeslagen. Valt mee, hè? Ja. Dan is te veel verkocht. Klopt. Mooi raam. Oh, dat loopt helemaal door naar boven, joh. Dit zit er ook al vanaf de begintijd in. Ja. Nou ja, het is wel een soort onze eenvoud. Maar dan komt de vrachtwagen, die hangt er dus gewoon aan. Ja, dan lost iemand hier de wagen. Ik heb een beetje het Lunapark gevoel van. Ja. Nou, dat scheelt wel ook heel veel trappen lopen en sjouwen. En, zeker, zeker. Ja. Ja, we hebben nu natuurlijk tegenwoordig ook wel een lift, maar dit gaat natuurlijk het snelste. Ja. Dat gaat grappig het snelste, hoor. Ja. Nou, leuk om eens even te zien. Het is ook een mooi systeem, ja, hoor. Ja. En de wagen lossen is ook echt wel, ja, dat is ook altijd een leuk iets om te doen. Maar dat doen jullie ook zelf? Ja, tegenwoordig hebben we Ivar en die doet dat voor ons al een jaar, maar we hebben het eigenlijk jaren zelf gedaan. Tada. En zijn jullie nu, jullie laten dat er ook binnenkort weer verbouwd gaat worden? Of? Over een half jaar. Ja. Oké, okay. En dan echt grootscheeps? Grootscheeps. Oké. Okay. Ja, dan moet je wel een keer terugkomen. Oh, dat is heel goed. Ja, dat is echt mooi. Wordt echt prachtig. Wordt een nieuw soort. Alles is verouderd hier hoor nu. Kijk, daar komt Tineke. Hoi. Hoi. Hoe lang werk jij hier al? 38 jaar. Goh, zo lang. Jullie houden het inderdaad allemaal wel lang vol. Dus jij bent wel, baas, hoor. Jij bent wel een recordhoudster, maar dan... Ja, Irmka is 42 jaar natuurlijk. En Ria, die gaat ook al, die zit ook al op de 38 volgens mij. Echt? Dus, die duikt snel weg. Hoi Ria. Hallo. Ah, toch is dat wel gaaf. Ja. Dat betekent toch dat, dat jullie het hier naar je zin hebben. Leuk team ook, dat scheelt ook altijd. Dus dan, jullie kennen elkaar door en door na al die jaren. Best wel, hè? Oké. Okay. Ja, maar Jan mag ook mee, hè? Kom, nou, toch een klein groepsfotootje. Kan lukt niet met allen. Maar Jan, hoe lang werk jij hier al? 27 jaar. Ook lang, zeg. Ja, lang, hè? Ah, wel het minst lang wat ik tot nu toe heb gehoord. Ah nee, zij was Nathalie 25, zei ze. Ah ja, Nathalie is 25, klopt. Buitengewoon, zeg. Ja. Wat een standvastig team. Ja. Maar af en toe moet er ook wel verjongd worden, toch? Klopt. Want stel dat jullie en dat we nog 10 jaar zo doorgaan, dan gaat het hele team in één keer weg. Dan loop ik achter mijn rollator om hier alles op te ruimen. Nou ja, bij wijze van spreken. Maar moet je dan op een gegeven moment... zijn jullie wel ook mensen aan het werven? Zeker, ja? Zeker. Maar weet je, dat is nog best wel moeilijk hoor. Want je moet natuurlijk best wel een beetje pittig door kunnen werken. En er zijn best wel vaak mensen toch die dat afhaken. Ja. Want kijk, toen we hier begonnen, dan stond je nog met... en met 3 man op de damesafdeling, maar tegenwoordig doe je dat alleen natuurlijk. Ja. En ja goed, dan zie je het, die jonge gasten zien het ook niet altijd meer zitten, niet altijd. Maar we hebben BBL'ers natuurlijk en veel stagiaires. Dus eigenlijk is het werk wel wat zwaarder geworden in de loop van de tijd. Zeker. Er is gewoon toch zeker. Minder personeel. Ja, en, maar ik denk dat voor erbij. Elke ding het geld. Ja. Die hebben toch altijd op het geld gelet natuurlijk. Ja, ja. Oh, dat is juist leuk. Lia midden natuurlijk. Nee, ja, ben je een vaste klant? Ja, vaste klant. Ja? Ja, nee, maar ik ben een vaste klant, maar ik heb er geen tasje rond, dus ik heb wel dit. Kijk hier, dit staat erop. Maar ik zag u net Lia aanspreken, kent u die ook persoonlijk? Of kent u die gewoon als klant? Ja, maar ze heeft ook een hond, dus we wonen in de buurt bij elkaar. Ja, kijk, dat is dan toch, hè? Het kleine lokale. Ja,